Op de Narcisstraat in Voorschoten heeft wethouder Erika Speel woensdagmiddag een nieuwe speelplek feestelijk geopend. Er is nu een glijbaan, hockeyveld en een klimrek bijgekomen. Tot blijheid van de buurt die zelf in actie zijn gekomen om dit te realiseren. Sowieso het aanzicht van de buurt. Weet je, een speelplek die mooi aangelegd is met mooie materialen, mooie groene dingen in de grond. Dat voelt als een veilige omgeving en een kind wil je in een veilige omgeving laten opgroeien. Nou, het is bovenal ook mooi geworden. We wilden ook bloemen hebben hier. We wilden ook bomen en groen zoals het vroeger was en zoals het nu ook weer is geworden. Dat geeft niet alleen een veilig gevoel, maar daarnaast ook wel een gevoel van goh, het is hier mooi, het is hier prettig om hier te spelen en om hier te wonen. Buurtacties als deze zijn niet nieuw. De gemeente Voorschoten spoort het juist ook heel erg aan. Ja, dat gebeurt vaak. En voor de speeltuinen hebben we sowieso een beleid dat als er ergens een speeltuin vernieuwd moet worden, opgeknapt moet worden, dat we dat met de direct omwonenden doen. We hebben een prachtig biedboek, daar staat alles in en dan mogen ze kiezen. Als ze wat extra's willen, zoals hier wilden ze wat extra's, dan mogen ze zelf extra geld inzamelen, dan regelen we dat. Maar ook bijvoorbeeld het openbaar groen beheren. Wordt ongeveer 1,3 hectare op dit moment binnen deze gemeente door bewoners beheerd. Dan mogen ze zelf weten hoe ze het inrichten en ze mogen het zelf onderhouden. En ik hoop dat er veel meer mensen komen die dat gaan doen. De kinderen uit de buurt laten in ieder geval weten blij te zijn met de nieuwe speeltuin. Supermooi speeltuintje. Ja. Echt? Ja. Ja, toch meiden? Ja. 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 Nou echt. Ja. Beetje leuk. Nou, ik vind het heel leuk. Ja, dat is waar. Wat is er leuk aan? Nou, je kunt gewoon goed spelen en je kunt ook voetballen. Ja. En dat is het leukste. Nou, vooral ja, het koprolrek. Ja. Ja, dat is nog wel voor onze leeftijd. Ja. Gaan jullie daar vaak koprollen maken? Ja.